Goedemorgen allemaal. Zonnetje schijnt hier al lekker door het raam. Het is weer echt zo'n heerlijke herfst-najaarsdag. Nou, we hebben al een uurtje langer kunnen slapen, hè, dames. Dus ik denk dat jullie allemaal wel goed uitgeslapen zijn. We gaan vandaag weer in mijn grote journal aan de slag. Want dat is toch wat ik op het moment wel heel erg leuk vind om te doen. En ik had een actie voor jullie, hè, had ik beloofd. Want we gaan natuurlijk niet naar de Crea doen. We doen eigenlijk al een paar jaar geen beurzen meer. Omdat het voor ons persoonlijk gewoon te veel gedoe is. Dubbel personeel, dubbele voorraad, het reizen erheen. Beperkt plekje. Dus we hebben natuurlijk in Waspik onze mooie grote winkel. Met eigen brasserie, boven volop ruimte, workshopruimtes, demoruimtes. Dus we maken eigenlijk altijd ons eigen feestje als we beurzen zijn. En dat doen we natuurlijk aankomende week ook. En daar hoort natuurlijk weer een leuke actie bij voor jullie, dames. Dus die gaat vandaag in, al voor de tikkies. Nou ja, ik kan zeggen ook voor de winkel, maar de winkel is natuurlijk pas woensdag weer open. Je shopt deze week met 20% Creadoe korting in de tikkie, maar ook in de winkel. Dus je kunt ook spulletjes klaar laten leggen, dat je die voor zaterdag op komt halen met je tikkie korting. Dat kan natuurlijk ook. Want die Creadoe korting die geldt ook in de winkel, dus tot en met zaterdag. En de mandjes die sluiten we ook weer aanstaande zaterdag. Dus dan zal er zaterdagochtend ook nog een tikkie zijn. Dat is dan de laatste alweer, want dan is Anouk ook bij ons in de winkel. En we gaan echt een flinke marathon weer doen deze week met lives. Vandaag ben ik er dus, dadelijk ga ik ook aan de knutsel. We proberen ook in iedere tikkie deze week ook een online workshopje te doen. Morgen ben ik er om 10 uur. Dinsdag, dan zijn we natuurlijk weer op volle kracht. Dus dinsdag, dan is Karen er om 10 uur. Joyce om 11:30 en ik weer om 13:30. Want we hebben allemaal leuke dingen voorbereid. Nou, je mag natuurlijk voor je tikkiemandje bestellen wat je wilt. Ik zie altijd wel dat veel mensen een eindsprint trekken. Dat ze bijvoorbeeld op de laatste dag van de tikkiemandjes een hele waslijst door gaan geven. En ja, dan kunnen we geen dingen meer bestellen als iets niet op voorraad is. En dan vervalt dat dus. Dus ja, ik raad jullie toch wel aan, als je dus een tikkiemandje wilt maken deze week met die 20% korting, start dan gewoon op tijd, hè? Want je hebt dus de hele week de tijd. Vandaag gaat hij dus in en zaterdagochtend aanstaande, dan is dus de laatste live, laatste tikkie. En dan gaan die mandjes weer sluiten, anders wordt het te veel. Nou, ik heb buiten dat ook nog een heel leuk cadeautje voor jullie in deze live. Want ik mag de adventkalender van Art by Malien mag ik verloten. Nou, ik heb met Jill dus er al stiekem ingegluurd. Ga ik jullie niet laten zien, anders is het geen verrassing meer. Maar de advent van Marlene is deze keer een heel leuk blikje. En daar zitten dus alle cadeautjes in. Dus degene die bestellen, onder die mensen gaan we dus ook deze adventkalender van Art by Malien verloten. Dan heb je hem ook ruim op tijd om lekker 1 december te beginnen. Met iedere dag natuurlijk een pakje openmaken. Dus die leggen we eventjes opzij. Nou, wat ga ik vandaag doen? Ik ga vandaag aan de slag met de nieuwe Fairybelle set kerstavond. En gisteren was Beta bij ons in de winkel. Die heeft daar al hele mooie... Beta was er ook, maar Dia kwam kaartjes brengen. Die heeft daar al heel veel toffe kerstkaarten meegemaakt. Nou, ik ga dus zo meteen in mijn journal werken. Maar deze set, ik had die laatst ook al een keer live gedaan, hè. Die is ook echt super leuk om kaarten te maken. Nou, ik zie dat er nog heel veel dames binnenvallen. Dames, als je ook kans wilt maken op het cadeau dat we verloten. Dus de adventkalender van Art by Malien. Dan mag je deze tikkie live even delen op je eigen tijdlijn. Dan zullen we ook eventjes kijken. Want dat is dus de voorwaarde om kans te maken. En de tweede voorwaarde is natuurlijk... dat je mee shopt, want de prijzen gaan altijd mee in de tikkiemandjes. Nou, dit was het eerste kaartje van Dia, maar ze heeft nog veel meer leuks gemaakt. Kijk, die plaatjes die zijn natuurlijk zo snoezig, hè? Ook gewoon heel leuk om wat eenvoudigere kerstkaartjes mee te maken. Deze is ook leuk, hier heeft ze bijvoorbeeld de cirkelstans van Kraflab gebruikt. En dan alleen maar weer 2 poppetjes uitgeknipt. En deze vind ik ook echt super mooi. Dit is ook allemaal weer gedaan met... scheuren en ook met allerlei mixed media techniekjes. Dat ga ik jullie zo ook laten zien. Meisje is ook weer los.
En dit is ook een super mooie achtergrond die in die set zit. Dus je krijgt in die set, ik zal de set dadelijk ook laten zien. Anoushka Little Personas is er niet meer, dus die vervalt. Dia heeft ook op haar kaartjes hele leuke stickers gebruikt. Nou, ik ga vandaag andere stickers gebruiken, maar ik wil deze wel eventjes laten zien. Van Tim hadden we natuurlijk ook al die setjes met die zwarte stickers, hè, die ik veel gebruik. Die heb ik trouwens hier ook liggen. Dat is dit setje, dat heet Small Talk van Tim Holtz. Daar zitten dus al die zwarte en witte banner tekstjes in voor in je journals. Maar er is ook van Tim Holtz een kerstsetje en die is ook onwijs leuk. Die is natuurlijk toch gewoon kerstrood, kerstgroen. Dus die kan eigenlijk bij alle kerstpapiertjes die je wilt gebruiken. En daar zit dus een beetje krachtachtige teksten zitten daarin. En dan echt superveel. Maar ook bijvoorbeeld dit soort bannertjes. En dan rode en groene teksten zitten er ook allemaal nog in. Nou, het stickerboekje van Tim Holtz voor kerst. Die is €8,99 en die heeft het nummer 94415 als je die wilt bestellen. Nou, en de zwart-witte van Tim, dat is de 93193. Dus twee leuke boekjes voor als je van collages maken houdt. Die ga ik straks ook zeker nog wel even gebruiken. Nou, we leggen de kaartjes van Dia weer even opzij. Die komen natuurlijk weer in de winkel te staan. Die krijgen daar een mooi plekje. En ik neem mijn journal er even bij. Ik ga natuurlijk in mijn grote journal aan de slag, in mijn A4. Ik ben inmiddels ook in het kleine journal van Dutch begonnen. Daar ga ik een kraftlab boekje van maken. Daar ben ik dus ook al mee gestart. Ga ik zeker ook van de week in verder. Ook met allerlei mixed media techniekjes. Nou, het grote journal, die heb ik dus van Vase. Die is €23,99. En daar gaan we even een nieuwe pagina zo met. Nou ja, even. Daar gaan we een nieuwe pagina in maken vandaag. Deze was mijn pagina voor het festijn Fairy Bells Steampunk. Hè. Die hebben we laatst gemaakt. Toen heb ik daarna ook nog deze gemaakt. Dit zijn ook allemaal video's. Annette Stevendaal, zoals verteld, de korting is in de winkel en in de Tiki. Dus niet in de webshop. Karen, ik zal het papier laten zien wat we vandaag gaan gebruiken, wat je dus net vroeg. Waar ik ook de kaartjes van Dia van had laten zien. Dit is het Fairy Bells setje en dat heet Kerstavond, Karin. En dat setje is €7,99 als je die wilt bestellen. Kijk, en daar zitten dus super mooie achtergronden zitten daarin. Ook hier bijvoorbeeld met zo'n open haard. En ook deze, deze is ook heel leuk om te scheuren en in je boek te verwerken. En deze zit erin met dat mooie raam. Dit is nog een ander raam. Die ga ik ook vandaag gebruiken. Je krijgt 8x3 vel. En dan ga ik nog even de plaatjes laten zien. Nou, het nummer van het setje dat is de 99077-005. Dus dit is het setje Fairy Bells Kerstavond. En die is €7,99. Van alles wat we natuurlijk laten zien, kun je in je Tiki bestellen door te reageren. Even goed benoemen welk product. Dus zowel het merk als de omschrijving zoals wij het benoemen. Liefst ook nog met een nummer erbij als je dat hebt. En dan gaat alles in een mandje. Goed even zelf meenoteren, dames, wat je de hele week bestelt. Want wij kunnen niet al die administraties bijhouden. Tel zelf even goed mee. Vanaf €75 leveren we Franco. Maar dat is dus als de korting eraf is, hè. Nou, dit zijn ook die snoezige plaatjes, dames, uit de Fairy Bell set Kerstavond. Kijk nou, lief. Ik heb al het een en ander geknipt, want die ga ik dadelijk ook gebruiken. Dus wil je dit setje nog bestellen? Die is €7,99. En dan krijg je dus al dit leuks. En van alles wat erin zit, krijg je dus drie velletjes. Dus als je een beetje last hebt van keuzestress, geen probleem. Alles zit er nog. Meerdere keren zit dat erin. Dus Fairy Bells Kerstavond, zo heet die. En die is dus €7,99. Nou, ik ga een dubbele pagina maken. Of dat ik hem helemaal vandaag af ga maken, dat weet ik niet. Want het is altijd best een klus. Kijk, en hier heb ik gewoon alweer gescheurd. Want hier gaan we dus straks helemaal omheen werken met inkten en met pasta's. En
noem het maar op. Maar je ziet die achtergronden, die zijn echt onwijs mooi al van Fairy Bells. Nou, ik ga even dat eerste vel al even in de modpot zetten. Dan kan die al even goed drogen. Ga ik jullie voor die andere pagina al even het scheuren laten zien. En ik denk dat ik zo een beetje stap voor stap op ga werken. Dat ik laat zien hoe ik hem op ga bouwen. Kijk, ik had ook al heel veel leuke plaatjes ook alweer geknipt. Je moet een beetje kijken naar de verhouding in grootte. Kijk, dit gaan we dan op deze manier. Ik zal hem nog een beetje zo zetten. Straks helemaal opbouwen. Hier heb ik nog zo'n snoezig meisje. Die kan dan hiervoor wel weer zitten. En dit manneke die komt de kerstpost brengen. Dus die zetten we dan hier zo bijvoorbeeld weer bij het raam. Dus op deze manier gaan we hem helemaal opbouwen. En dan komen natuurlijk allerlei mixed media techniekjes weer aan te pas. Het zal geen hele korte live gaan worden, dames. Want ik wil natuurlijk weer veel laten zien. Heb je iets te vragen? Ik lees jullie mee. Dus dan roep je maar eventjes. En ondertussen ga ik even lekker plakken. Ik doe dat smeren met die modpotje even buiten beeld. Want dan kan mijn boek gewoon in beeld blijven liggen. Anders moet ik heel de tijd heel de tent verbouwen. Dus dat geloven jullie wel, hè? Nou, goedemorgen voor iedereen die nog aanhaakt. We gaan een dubbele pagina maken, dames, vandaag in ons A4 journal van Vase. Wat ik nu dus eerst even ga doen, en dat weten jullie wel, ik ga met Mod Podge en met een platte kwast even mijn plaatje van de achterkant insmeren. En dan in dit geval dus heel die achtergrondplaat. En die gaan we er alvast eventjes in plakken. Dari, ik heb vanochtend gewoon weer iedereen ook getagd onder deze live. En ja, het is eigenlijk vaste tijd altijd, Dari. Zondag altijd om 11 uur in de Noor en Zo Facebookgroep. Dus als je op zondagochtend om 11 uur even op Facebook inlogt, in onze Facebookgroep van de winkel, dus de Noor en Zo groep, dan vind je ons eigenlijk. Ja, en ik heb jullie allemaal getagd. Meer kan ik eigenlijk niet doen, Dari. Nou, ondertussen pap ik even mijn plaatje dus in. Zorg dus altijd dat je ook goed langs de randjes even plakt. Want anders blijven al die randjes los zitten. Dan kun je daarna nog wel weer een beetje vastzetten, maar ik kan het beter meteen goed doen, toch? Dus kijk, dit is die pagina met die mooie deur. Zorg dat je altijd een beetje van binnen naar buiten wrijft, want dan kun je de eventuele vouwen kun je eruit wrijven. Kijk hier ook, zag je? Ik had een beetje een vouw, maar die wrijf je dan eigenlijk zo gewoon weg. Ik leg die plaatjes even opzij. Ik laat jullie nog een keertje zien hoe je het beste kunt scheuren, dames. Je kunt namelijk op twee manieren scheuren, van voor en van achter. Kijk, want als ik zo ga scheuren, dan krijg ik een hele dikke witte rand. Dus dan moet je dus andersom scheuren. Dus je moet even kijken hoe je papier zit. Kijk, en als ik nu zo ga scheuren, dan zit dat witte randje zeg maar achter. En dan hou je gewoon je bruine randje aan je papier. Dat is misschien wel even handig. Dus kijk altijd even hoe je scheur gaat. En of je dus aan de juiste kant aan het scheuren bent. Want als je heel veel witte randen hebt, dan heb je dadelijk weer des te meer werk om dat allemaal netjes weg te werken. Met verf of met inkt of net waar je mee aan de slag gaat. Kijk, dus hier hou je dus gewoon je mooie randje en dat witte zit nu dus aan de andere kant. Dus dat is misschien een klein tipje, ook voor het scheuren. Ik weet niet of de meesten van jullie ook al durven te scheuren. Ook dat moet je gewoon doen, zeg ik altijd. En hier aan de onderkant scheuren we hem dan ook natuurlijk nog even verder. En dan kunnen we deze dadelijk ook alweer in gaan plakken. Dan scheur ik ze even netjes langs die cadeautjes. Nou, in hoeverre dat je netjes kunt scheuren.
Zo, dus dit wordt mijn achtergrondje 2. Ik ga toch proberen, net zoals bij die Fairy Bells Steampunk, om er straks een beetje één geheel van te maken. Dus ik heb voor mezelf gemerkt dat ik het toch wel leuk vind om gewoon 2 pagina's tegelijk te maken. Dus deze zet ik ook nog eventjes in de modpotje. Kijk, zie hoe mooi dat dan is als je hem hierboven zo langs gescheurd hebt. Dus die pap ik ondertussen weer even in met modpotje. Zo. En ook dat modpotje smeren, dames, doe dat niet alleen langs de randjes, maar ook gewoon in het midden. Anders krijg je eigenlijk weer iets van lucht onder je plaatjes. En dat wil je ook niet. Met collage wil je echt dat alles helemaal goed vast zit. Ik zet mijn penseel even hier in een potje. Anders wordt alles natuurlijk hard. Kijk, nou, we maken er eigenlijk zo meteen, zo gezegd, eigenlijk gewoon één huisje van. Met aan de ene kant de deur en aan de andere kant het raampje. Soms denk ik, het is al bijna zonde om er nog wat aan te doen, hè, als je dit zo ziet, toch? Nee, maar dat doen we niet. We gaan wel verder werken. Dus dit wordt mijn basis. Die mooie achtergronden zitten dus ook in Fairy Bells kerstavond, die ik net heb laten zien. De plaatjes die doen we er straks, denk ik, pas bij. Ja, ik denk niet dat er aan de voorkant nog heel veel bij komt. Maar ik ga zo eerst even met... Deze kwam hier. Ja, deze kan ik er eigenlijk al wel overheen doen. Dit plaatje ga ik al wel vastplakken, want die komt hier voor het raam te staan. En die gaat de kerstpost zo even brengen. Dus die plakken we al wel. Ga ik toch mijn kwast weer even uit het potje halen en even modpotje. Je kunt voor het modpotje ook zo'n kliedermatje gebruiken. Zo'n craft sheet die wij ook verkopen voor Marianne. Dan heb je dus niet dat heel je glazen plaat steeds onder zit. Ik heb nu even een papiertje eronder gelegd. Maar dat is eigenlijk wel handig. Kijk, deze kijkt dan zo half zo voor het raampje. Nou, en ik kan het nog een keertje zeggen. We knippen niet met witte randjes, hè, dames. We knippen juist een beetje binnen de lijntjes. Want zo lijkt het dus net of die echt in mijn achtergrond opgaat. Hè. Als je dus witte randjes knipt, dan knalt het plaatje er heel erg uit. En dan lijkt het niet één geheel. Deze wachten we nog heel even mee. Ik heb een heel leuk nieuw stencil van Nature's Dream. Ik gooi je van alles op de grond. Dinsdag dan ga ik ook live met de collectie Nature's Dream. Daar zitten ook heel veel toffe stempels en alles in. Daar zal ik dadelijk ook nog wel wat van gebruiken. Deze die zit ook in die collectie. Dat is eigenlijk een soort slimline mask. Met een heel tof steentje. En nu ga ik dus met structuurpasta hier ook nog weer wat steentjesmotieven aanbrengen. Dat die muur eigenlijk doorloopt. Dus daar gaan we even mee beginnen. Het mask van Nature's Dream, dames, die heet Old Stones. En die heeft het nummer Mask 297. Ik hoop dat ik het goed zeg, Joyce, maar volgens mij is die maar 3,99, toch? Antoinette, wat bedoel je met watercolor grounder? Ja, en probeer het goed te benoemen, hè, dames. Dus dit is het mask stencil Nature's Dream Old Stones en het nummer is Mask 297. Dus probeer niet je eigen omschrijvingen ervan te maken. Want als ze dan dinsdag weg gaan lopen, is het een beetje ingewikkeld wat jullie allemaal bedoelden. Old Stones van Nature's Dream en het is een mask. Nou, ik neem even mijn structuurpasta van Dutch Doo Badoo erbij. Die heb ik tegenwoordig met deze technieken echt wel voor het grijpen staan. 8,99 is een pot. Ook hier gaat natuurlijk, net zoals al het andere wat je shopt, je 20% tikkiekorting vanaf. Dus profiteer daar lekker van. Ik neem ook de spatels erbij van Studio Light. Die hebben we ook in pakjes van 5 spatels. Ik heb er hier, oh nee, ik heb ze wel alle 5, kijk. 5 plastic spatels van Studio Light, die zijn €2,99. Die kun je ook gewoon weer onder de kraan, kun je die afdoen.
Als je nog geen goed spatelsetje had, super betaalbaar ook. En ja, zelfs over die 2,99 gaat natuurlijk je korting nog vanaf. Nou, ik neem dus een beetje pasta op mijn spatel. En dan ga ik hier gewoon even mijn muurtje verder bouwen. Dat mag ook wel een beetje over mijn plaatje heen lopen, want ik ga daar dadelijk toch met inkt of met verf of net waar ik zin in heb, ga ik het dadelijk bewerken. Dus hoeft ook niet helemaal door te lopen zo'n muurtje. Want ik ga hem ook natuurlijk aan die kant, aan mijn rechterpagina nog even doen. Een stukje papier. Ik had hier een kloddertje. Dus die halen we even weg. Ja, dat moet ik straks even doen als die droog is. Want als ik hier dan masker overheen leg, dan komt dat natuurlijk niet goed. Dus we zullen toch in stapjes moeten werken, dames. Als je dit lastig vindt, kun je het stencil ook altijd natuurlijk even vastzetten met een stukje stenciltape van Studio Light. Ik doe dat niet, want ik vind het hoeft ook niet zo heel super precies, want dat hoeft helemaal niet in je journal. Kijk, zo heb je gewoon een leuk steetjespatroon gemaakt. En die gaan we dadelijk dan, als het helemaal droog en zo is, met inkt op kleur maken. Ik kan hem al wel aan deze kant een beetje doen. En je kunt altijd een beetje beter te weinig pasta aan je spatel doen als te veel. Want dan kan je beter een keertje bijpakken. En in die pasta zit eigenlijk ook een soort ja, grondverfje. Dus als dat dan straks droog is, kun je daar ook weer heel goed met inkt overheen. Dus je kunt die pasta gewoon zelf op kleur maken. Van de week vroeg nog iemand van, kan ik daar ook van tevoren mengen? Ja, dat kan op zich ook, maar ik zou dat persoonlijk niet doen, want dat is helemaal niet nodig. Want je kunt het daarna gewoon op kleur maken. Dus dat is dus het mask. Die moet even drogen. Dan gaan we hier straks ook nog wel even verder laten lopen natuurlijk. Ja, ik heb het dus expres in een boek gedaan, Mia, want dan ja, heb ik een mooi bewaarboek straks voor mezelf, wat ik natuurlijk allemaal gemaakt heb. Dus dan krijg je echt een mooi sprookjesboek. Ja, oh ja, want iemand vraagt van, waarom doe je dat in een boek? Ja, als je dus, ja, je journal, als je kaartjes maakt, Annemaria, dan geef je natuurlijk alles weg. En je journal maak je echt voor jezelf. Dus dan heb je al je creatieve dingetjes die je gemaakt hebt in een heel mooi boek. Ik merk ook in de winkel, mijn boek ligt daar altijd. Iedereen is daar altijd in aan het bladeren en aan het kijken. En daar heb je allerlei techniekjes in. Nou, het minimale bedrag inderdaad voor een tikkie rondje Manon is altijd 40 euro. Dus of jullie daar rekening mee willen houden. Je hebt dus de hele week de tijd om je mandje lekker te vullen. Nou ja, dan lijkt het mij dat het wel moet lukken om aan de 40 euro te komen. Die 40 euro is dus ook weer het bedrag met de korting er al af. Hè? Dus schrijf voor jezelf goed mee wat je allemaal bestelt en doet. Dat wij niet, want vorige week hadden we denk ik al meer dan 200 mandjes. Ja, we hebben helaas niet de tijd om daar iedere week een hele administratie op na te houden. Dus wij doen gewoon in je mandje wat jij bestelt. En als het dan de afwerkdag is, dan gaan wij de mandjes scannen en dan krijg je je kassabonnetje. Dus we zien toch ook wel vaak dat mensen voor verrassingen komen te staan. Dus probeer bewust te bestellen. Hè, dat je niet zomaar in het wilde weg roept, want wij moeten dat pikken. Dan gaan we een bonnetje maken en dan denken toch vaak mensen, oh nee, doe toch maar niet. Het is toch wel, was toch wel een beetje veel. Dus ja, dat is voor ons best wel heel vervelend. Dus shop bewust, hè, dames. Ik ga even die pasta even droog blazen, want anders duurt het te lang. En dan kunnen we ook niet door. Dus ik neem gewoon even een heat tool erbij. En dan kunnen we dadelijk nog een paar meer muurtjes bouwen. En dan kunnen we hem op kleur gaan maken. Maar dit wordt wel heel tof. Als hij nog wit is, ziet het er een beetje vreemd uit. Want ja, dan is het een beetje vreemde eend in de bijt.
Maar je zult straks zien als ik het juiste kleurtje oxide gekozen heb, dat hij dan helemaal opgaat in de achtergrond. Tenminste, dat is de opzet. Maar dat gaat vast lukken. En ook die pasta die droogt eigenlijk super snel. Ja, nogmaals, als je dus collages maakt, ja, dan ben je echt wel constant in stapjes bezig. Want het een moet dan eigenlijk nog drogen. En dan kun je alweer een klein beetje met het volgende verder gaan. Dus ja, ik ga nu bijvoorbeeld al dit meisje wel even erbij plakken. Want dan kan ik hieronder al mijn dingetjes gaan doen. Kan ik trouwens ook wel even eronder doen. Hier heb je dus een beetje een sneeuwondergrond. Ja, ik doe daar een beetje op gevoel. Ik begin even met een grijzige inkt en dat is de kleur Hickory Smoke van Oxide. Zoeken we even een blending borsteltje erbij. Wat je natuurlijk ook kunt shoppen, we hebben natuurlijk 70 kleuren Oxide op voorraad. Die zijn €7,99. Anneke, ja, de workshop voor 1 december, dat is niet zo handig via een tikkiemandje, want die komen nu natuurlijk nog lang niet, dus... Het liefst tegen die tijd bestellen. En het handigste is eigenlijk nog dat je die gewoon in de webshop dan bestelt, Anneke. Dat is het makkelijkste voor ons. Nou, ik neem even een blending borsteltje erbij. Ik begin gewoon even met die Hickory Smoke. Dat is zo'n lichtgrijs kleurtje. Mijn zijkanten met die steentjes, die moeten natuurlijk nog even een beetje drogen. Maar ik begin gewoon alvast hier. Ja, dat is wel tof. Ik zie het al. Kijk, want dat grijs zit hier ook weer in. Ja, straks natuurlijk ook nog een beetje sneeuw ondergrond daar zo maken. Dat komt ook goed. En misschien nog een beetje met verf kliederen. Maar dat zie ik altijd gaandeweg het proces zie ik daar eigenlijk altijd pas. En ook die oxide, dames, voordat je er met nat op gaat. Zorg dat die altijd eerst eventjes droog is. Ik zie dat iemand zegt, ik snap niet waar het in de chat over gaat. Ik denk dat... Robert Koenen degene is die niet weet wat Tikki Live is. Dus zal Joyce dadelijk even een tekst oversturen. Ik denk dat dat namelijk je vraag is. We zijn in een livestream lekker leuke dingen aan het maken, Robert. En daar kun je gewoon mee meekijken en eventueel bestellen als je dat leuk vindt. Nou, ik heb hem dus even droog geblazen. Dus dan laat ik even een beetje nat op mijn oxide inkt vallen. Ik jaag er altijd iedere keer een hele keukenrol bijna doorheen. Als je dit dan een beetje afdept, krijg je een tof ondergrondje. En dan ga ik eerst even dat meisje dat zit hier al bij plakken. Want die kan maar vast weer zitten. En dan kunnen we hier wel weer verder gaan met van alles op kleur maken. Ik ga onder haar ook nog even een beetje wat donkerdere inkt aanbrengen. Een beetje bruinig. Want zij komt dus iets verder naar beneden. Dus dit plaatje zet ik ook eventjes in de Mod Podge. En dan kunnen we die zo meteen gaan plakken. Maar Fairy Bells is ook een leuk merk, dames. En er komt inderdaad weer een nieuw festijn aan, 1 december. Met Fairy Bells in het thema winter. Maar dat kun je natuurlijk niet in deze Tikki Live bestellen. Dat gaat straks gewoon of via de webshop of tegen die tijd via een Tikki. Maar het liefst even via de webshop. Want we moeten je ook toevoegen dan aan een besloten Facebookgroep en zo. Dus dat is ook even een administratie voor ons. Kijk, dit meisje is dus weer wat groter dan dat jongetje wat daar staat. Dus die doe ik dan vooraan. Want dat is dan een beetje de blikvanger op deze pagina al, hè.
Nou, hier lijkt het of ze natuurlijk nog een beetje zweeft. Ik kan daar wel meteen een beetje mee beginnen. Neem ik toch weer mijn Distress crayons erbij, die set 3. Dat is echt mijn favoriet, die kan ik echt niet missen. Ik ga dadelijk ook nog wel wat laten zien met de Woody's, maar dat is toch weer een ander product. Zullen we een lekker donkerbruin kleurtje nemen, want dan krijg je echt een beetje een soort schaduw. Dus de crayons, die zitten met 6 in een pakje. Dit is dus set nummer 3. Crayons set nummer 3, dat is eigenlijk de hardloper. En die is €13,99. Nou, misschien had je hem nog niet aangeschaft of twijfelde je nog. En denk je van, nou, nu met die 20% tikkiekorting ga ik dat misschien toch maar eens doen. Dus het is eigenlijk een beetje een vettig krijtje. Je kan hem ook naar boven draaien als die verder op is, zoals je ziet. Je hoeft daar ook niet te slijpen of zo, want het is gewoon, je kan gewoon vanuit dat puntje gewoon krijt aanbrengen. En hoeft ook niet een hele scherpe punt of zo te zijn. Als je dus met die crayons werkt, dan is het heel leuk als je daarna met een beetje water eroverheen gaat. Dus ik spray een beetje op mijn werkblad en dat doen we dan met de vinger. Je kan dat ook met een penseeltje doen, maar ik vind dat ik het even iets beter kan verdelen als ik met mijn vinger gewoon even er overheen gaan. Kijk, en dit kan je dus heel mooi uitvagen. Zie je dat? En dan kun je dus ook meteen over de randjes van je plaatje gaan. Want dan zie je daar helemaal de overgang eigenlijk niet meer. Kijk, dus dit meisje zit gewoon zo hier. We gaan er straks natuurlijk ook nog sneeuw overheen maken. Kijk, en ook bijvoorbeeld hier, hè. Onder zo'n cadeautje. Daar wil je dan eigenlijk ook gewoon weer een beetje een soort schaduw hebben. Dus dat kan je dan ook weer met die crayons doen. Kijk, zie je? En dan zie ik hier bijvoorbeeld ook dat jongetje, zoals ik het nu zie, zweeft hij zo een beetje. Dus dan doe ik dat daar ook weer. Dus ja, crayons 3. Voor mij onmisbaar. Ik gebruik die echt wel iedere dag. Setje is dus €13,99. Kijk, zie je het verschil dan? Maar we maken straks ook nog sneeuw erbij, hè, dames. Want het is een beetje een sneeuwlandschapje. Dus mijn crayons gaan even aan de kant. Die hebben we straks ook wel weer nodig. Pasta is nog niet helemaal droog, zie ik. Dus dan ga ik denk al even aan de bovenkant ook een beetje verder. Dan draai ik gewoon even mijn boek. Ik dacht, ik neem het kleurtje Forest Moss van Oxide. Want die past eigenlijk best wel bij mijn blaadjes en zo. Die hier in dit plaatje zitten. Neem ik weer mijn grote blendingborstel erbij. En dan ga je hem hier ook gewoon zo even op kleur maken. Ik vind hem toch wel een beetje groenig. Dus ik denk dat ik even nog wat black suit eroverheen doe. Een zwarte, want ik vind hem iets te groen. Eigenwijs ben ik, hè. Want ik moet eigenlijk gewoon altijd mijn kleurkaarten bijhouden van de Oxides. Maar dat heb ik nu weer niet gedaan. Maar het voordeel van Oxide is, dames, dan kun je gewoon super goed mengen met elkaar. Dus is het niet helemaal naar je zin. Dan haal je er gewoon een ander kleurtje overheen. Zo, die doosjes gaan even dicht. En wat me ook nog wel even leuk leek, is om iets met de Woody's dus te gaan doen. Hè. Dat zijn weer de krijtjes van Stabilo. We hebben alleen nog de setjes van 6 krijtjes. En die kosten €17,99. Er zit een puntenslijper zit erbij. Nou, Corrie heeft daar al veel leuks mee laten zien. Hè? Maar ik ga jullie ook nog even nu een techniekje laten zien. Ik heb even een mask gekozen uit de collectie van Dutch Doobah Doo. Uit de Dream Plan Doo collectie. Kijk, dat is ook een beetje winters. En daar zit ook zo'n sneeuwvlokje zit daarin. Wat je met de Woody's doet, je spreekt hem nat op het gedeelte wat je dus eventueel wilt gebruiken. En vervolgens, even een kleurtje kiezen. Vervolgens ga je met je potloodje, met je Woody potloodje, ga je over het patroon heen. Want deze krijtjes reageren dus ook alleen op water, dus doe je daar niks van water op, ja, dan gebeurt er eigenlijk ook niks. Ze hebben super hoge pigmentwaarde. Dat had Corrie inderdaad ook al uitgevonden. Kijk, dus zo ga ik er even overheen.
Dan spreek ik hem nog een keertje nat. Kijk, en als je denkt van nou, dit vind ik wel een beetje te heavy, dan kun je hem ook even eerst een keer afdrukken aan een stukje keukenrol. Dan is het allerheftigste is eraf. En dan maak ik zo even een afdruk op mijn pagina. Ach, kijk hoe leuk dat die is. En dan ga ik ook hieronder weer even terug laten komen. Gewoon met het restant wat er nog een beetje aan zit. Hieronder hoeft daar niet zo heel heftig, zie je. En dan komt datzelfde patroon, komt hier dan ook weer terug. Nou, dit gaan we straks ook nog allemaal wel in de inkt zetten. Misschien dat ik hier ook meteen wel weer even nog een afdrukje maak met wat ik nog over had. Dus je kunt een willekeurig mask nemen met deze woodies. En dan maak je op deze manier maak je een afdruk. Kijk, zie je hoe mooi dat is? Ik ga nog even nog een keer wat krijt erop doen. En zo maken we dan een heel subtiel afdrukje hier. Maar dit is dus wat die krijtjes doen, dames. Dan gaan we dadelijk ook wel weer nog van alles overheen doen. Dit soort afdrukken maak je dus met die woody krijtjes. Is mijn pasta al droog? Nou, bijna is die droog. Maar als je daar met inkt overheen gaat, ja, dan wordt het wel een kliederboeltje. Misschien moet ik toch even een kleurkaart van de oxide erbij nemen. Maar dan heb ik natuurlijk de helft van de inkt weer op de zaak liggen. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want we kunnen het ook met deze kleurtjes doen die we hebben. Die moet ik hem even een beetje afdeppen. Tot hij hier wat droger wordt. Kijk, maar hier zie je al het begin van je collage, dames. En wat het gaat worden, hè. Ik moet wel even wachten tot mijn pasta droog is. Gaan we wel even aan deze kant weer verder. Want we kunnen hier ook al wel even de ondergrond maken. Dat had ik natuurlijk met die Hickory Smoke eerst gedaan. En daarna nog een beetje die groenige. Dus daar gaan we hier ook gewoon mee beginnen. Want dan krijg je natuurlijk een beetje eenheid erin. We moeten door, hè, Valentin. Geduld komt niet in mijn woordenboek voor. Maar dat wisten jullie inmiddels wel. Anneke, ik gebruik altijd die grote borstels nu van Nelly Snelle. Die hebben een lekker groot blad. Ik dacht dat die €2,99 kostte. Dat weet ik even niet precies uit mijn hoofd. Maar die gebruik ik in ieder geval altijd. Kijk, en hier ook alweer, dames. Als je dus gewoon in dit hoekje al kijkt. Als je dus allerlei techniekjes over elkaar heen hebt gebruikt. Hoe tof dat dan wordt, hè. Dus wees ook niet te voorzichtig. Joyce, weet jij wat die blending borstels kosten? Ze zijn inderdaad 3,5 bij 5 centimeter. Dus je hebt een lekker groot blad. Vooral als je in zo'n groot journal werkt, dan is dat wel fijn. Want dan kun je dus lekker een beetje opschieten. En daar houden we wel van, hè? Hier nog een beetje frayed burlap eroverheen. Dat ga ik hierboven ook doen, dames. Want ik vind hem daar echt te groen. Dat kun je dan dus gewoon nog corrigeren. Hè? Dat is verder helemaal geen probleem. En hieronder doe ik dan een beetje dat frayed burlap met die grijze. Met die hickory smoke. Ik ga al wat plaatjes weer even plakken, dat kan wel. Want nu heb ik de ondergrond al een beetje inkt gegeven. Dus ik begin met dit meisje. Ja, ik gebruik eigenlijk heel vaak één borstel
voor meerdere kleurtjes met de oxides, Angela, want dan doe ik hem even af op een papiertje. Maar vooral bij oxides, ja, die kleuren zitten allemaal best wel dicht bij elkaar. Ik ga geen blauw met oranje gebruiken, maar ja, kijk, dit zijn allemaal kleurtjes die wel een beetje bij elkaar passen. Dus daar gebruik ik eigenlijk gewoon één borstel voor. Maar om nou alle 70 kleuren met één borstel te doen, dan kan ik je eigenlijk ook weer niet aanraden. Dus dat zou ik dan weer niet doen. Zo, deze komt hier voor de deur. En dan ga ik nog even dat andere poppetje, die komt dan weer hier iets verder naar voren te zitten. Kijk, dat is ook leuk zo, hè? Dus hier doen we ook nog even een modpotje op. Ja, die blendingborstel die kost €5,99, zegt Joyce. Dus, nou, wil je blending tools, borsteltjes, profiteer lekker van die 20% tikkie korting, hè? We hebben hele week Creadoe korting. Ook in de winkel, dus in de winkel is natuurlijk van woensdag tot en met zaterdag. Nou, wij gaan natuurlijk niet naar de Creadoe. We bouwen weer ons eigen Creadoe feestje gewoon lekker in Waspik. Dus kom lekker shoppen, er zijn ook weer heel veel demo's van de week. Dat lees je natuurlijk ook allemaal in onze agenda of in onze nieuwsbrief. Yildiz is er van de week nog en Anouk is er nog met de nieuwe Marianne. Dus kom lekker shoppen, dames, en pak je korting in de winkel, hè. Kijk naar die plaatjes, hoe leuk dat die zijn. Dat is toch helemaal mooi. Kijk dan. Knoei een beetje met modpotje. Is niet erg. Dat droogt transparant op. We hebben op dit moment van de modpotje hebben we eigenlijk alleen de 118 ml nog op voorraad. Ik had een kleiner potje, omdat die toen op waren. 118 ml in modpotje. Die kost €5,99. Zal ik eerst eens een leuke tekst erbij gaan doen met de stickers. Ik ga namelijk weer andere stickertjes gebruiken. Ja, het kliedermatje, dat is een craft sheet. En misschien kan Joyce even de prijs en het formaat opzoeken. Nou, ik ga deze stickertjes erbij gebruiken, dames. Die zijn van Festive Nostalgia, de laatste collectie van Janine. Willy, er is geen korting in de webshop, maar als je gewoon bestelt in de webshop en je kiest voor betalen bij afhalen, moet je het wel voor zaterdag ophalen, want tot zaterdag is er dus 20% korting in de winkel. Dus liever niet gewoon via de mail reserveren, gewoon even bestellen via de webshop dan en kiezen voor betalen bij afhalen. Dan krijg je van ons een berichtje wanneer het van de week klaar staat. Nou, ik hou toch het meest van Engelse teksten als ik in een journal werk. Ja, ik vind Nederlands kun je vaak nooit zulke leuke teksten mee maken als in het Engels. We hebben dus van Festive Nostalgia deze Engelse stickers. Lia, ik heb dit net laten zien. Dit is modpotje, wat we gebruiken voor de collage techniek. En modpotje hebben we in potjes van 118 ml voor €5,99, Lia. En je shopt dus in de Tiki Lia met 20% korting tot aanstaande zaterdag. Kijk, dit is leuk, want hier zit kerstgroen, kerstrood en zwarte velletjes zitten erin. Dus je kunt eigenlijk kiezen wat je wilt. Nou, deze stickertjes in het Engels, die hebben het nummer Stick 25. En zo'n setje met Engelse stickers van JMA is €6,99. Ook leuk voor je kaartjes trouwens, hè? Ja, ik ga toch voor zwart. Ik hou toch het meest van zwarte stickertjes. Season's Greetings, Jingle Bells. Alles zit er trouwens meerdere keren in. Magical Christmas Wishes. Dat is ook een mooie als bijvoorbeeld dit manneke de post kon brengen. Hè? Have Yourself a Merry Little Christmas. Die is ook leuk. A Snowflake is Winter's Butterfly. En het zijn allemaal wat verschillende groottes van teksten. Dat is natuurlijk ook fijn. Kun je kijken wat op dat moment bij jouw creatie past. Deze is ook mooi. Enjoy the beauty of the season. Wat je ook nog kunt doen. Als je dat fijn vindt. Ik ga dat nu wel even doen. Als je denkt, nou, ik vind die tekst eigenlijk te lang.
Ook als je bijvoorbeeld op een kaartje werkt, dan kan ik me voorstellen dat je wat kleiner formaatje hebt. Je kunt die teksten ook gewoon knippen. Dus ik ga nu gewoon 2 regeltjes ervan maken, want anders vind ik dat het te veel wegvalt. Hier, enjoy the beauty. Oh, ik plak hem scheef. Enjoy the beauty of the season. Kijk hoe leuk die stickers erbij zijn. Even zorgen dat ze goed vastzitten. Het nummer, Angela, van deze stickertjes, dat is de stick 25. En dat setje is €6,99. Zet er dan even bij dat je het stickersetje uit de Festive Nostalgia collectie wilt hebben. Ja, er staat een hele uitgebreide video van de Woody's. Ook op ons YouTube-kanaal. Meerdere video's trouwens. Maar 1 video van Corrie. Die gaat alleen over de Woody's. Dus over de krijtjes. En het nummer is... het YouTube-kanaal is www.youtube.com/Nora en Zo. Ja, je kunt inderdaad de stickers ook matten, Juliette. Maar ik vind dat in een collageboek vind ik dat zelf helemaal niet mooi. Want dan gaat het niet op in je achtergrond. Maar iedereen moet natuurlijk lekker doen zoals hij het zelf mooi vindt. Wil je daar een wit papiertje achter doen? Dan moet je dat natuurlijk vooral doen. Zo heeft iedereen lekker zijn eigen stijltje. Ik ga nog een stickertje zoeken voor de rechterpagina. Merry Christmas. Zitten er ergens sneeuwvlokken in? Zit ik al te zoeken. Oh, die kunnen we dadelijk wel maken. Ja, dat gaan we ook nog doen. Goed dat ik deze tekst zie. A snowflake is winter's butterfly. Ik ga hem ook weer in 2 delen. Ik vind hem te lang. Dat vind ik niet zo mooi. Dus dit zijn de stickertjes van JMA. Stick 25. €6,99 voor een pakje. Plakken we dan hier even overheen en dan kun je dat ook weer zo een beetje laten verspringen bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook leuk. Dus die stickertjes die gaan ook weer even opzij. Die hebben we dan gehad. Er zijn alleen setjes van 6 van Woody's, Bernadette. Stabilo Nederland kan helemaal niks anders leveren. Die hebben we allemaal opgemaakt en uitverkocht. Bij Stabilo denken ze waarschijnlijk van wat doen hun in godsnaam met die... met die krijtjes. Nou, dit dus. Dat heb ik jullie net laten zien. Even kijken. Deze kleur is niet leverbaar. Maar ik heb gewoon niet de juiste kleur bruine oxide hier. Dus ik neem even een Harmony inkt. Dat is toevallig de kleur Fryer Brown. Die nu niet leverbaar is. Maar jullie hebben vast zelf wel een bruin kleurtje. Kijk, want hier moet wel bruin overheen. Want... bruin zit ook in die stenen hier. En alles ziet er daar heel raar uit. Is mijn pasta al droog? Ja, die is nu inmiddels wel droog. Ja, en ook met die Woody's, Bernadette. Daar kun je ook gewoon allemaal mengen. Hè? Dus je kunt ook meerdere kleurtjes door elkaar heen mengen. Dus ik denk als je gewoon start met zo'n basissetje van 6. Dat je al een heel eind uit de voeten kan. Dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. En dan gaan we hier ook even een beetje bruin overheen zetten. Zie je, dan is het echt een beetje het bruin uit de achtergrondvelletjes. Dan lijkt het of je muurtje dus een beetje doorloopt. Dat geeft op zich wel een tof effect. Ik moet natuurlijk dadelijk, maar dat doe ik wel buiten de lijf, hier ook nog de steentjes maken. Zodat dat muurtje gewoon lekker doorloopt. Maar als jullie daar ook weer op moeten wachten tot dat droog is, nou dan duurt dat allemaal wel heel lang. Wat ik ook nog even wilde doen, want ik plak natuurlijk net de tekst A snowflake kiss is winter's butterfly. Daar ga ik nog even mee spetteren. En ik heb, want die was de hele tijd niet leverbaar. Deze die hebben we ook weer binnen. Het Splatter White. Daar kun je dus ook mooie sneeuw mee maken. Dus
wat je doet, en deze is echt spierwit. Je hebt nog wel eens bij de Molotov dat hij niet helemaal wit is. Deze is spierwit. Pak ik even een dun penseeltje met een beetje water. Dat doe je dus ook even op je werkblad. Kun je ook met een waterpenseel doen van Studio Lekker. Kijk, maar hier kun je hele mooie subtiele spetters mee maken. Ik zal het daar even close-up laten zien. De spetters uit de Molotov marker zijn toch altijd net een beetje grover. Hier ook even over mijn steentjes en zo heen. Ik ga het echt even overal doortrekken. Maar dat is dus een potje Splatter White. Dat is een heel leuk spul van Spellbinders. En zo'n potje Splatter White, dat kost €6,99, dames. Ik laat het even close-up zien. Hoe die sneeuw er dan uitziet. Kijk, want dat geeft wel echt een mooi effect. Kijk, zie je het hier op die deur en zo? Hier heb ik dan die mooie fijne spetters gemaakt. Nou, ik denk dat mijn basis een heel eind klaar is, dames. Er moeten nog wat dingen op die dan weer moeten drogen. Maar dat zijn eigenlijk een beetje dezelfde techniekjes die ik nu al in de live heb laten zien. Dus ik ga hem denk ik lekker op mijn gemakje afmaken. En dan laat ik jullie vanmiddag natuurlijk het eindresultaat zien. Ik vond het heel gezellig dat jullie erbij waren. Ik laat morgen even weten wie de adventkalender van Marlene gewonnen heeft. Onder de dames die dus ook besteld hebben in deze Tikkie Live. Daar verloten we natuurlijk deze mooier. Ik dank jullie weer voor het kijken. Ik zou zeggen, geniet van het weertje vandaag. Het is lekker zonnig. Ik ben er morgen weer om 10:00. En dan gaan we weer verder met het volgende rondje Tikkie Live. Dus deze blijft openstaan. Je kan gewoon nog de hele dag bestellen. Ook als je later eventueel terugkijkt. Geen probleem. Dankjewel allemaal en tot de volgende keer. Doeg!